Goedemorgen beste mensen op deze 26 december 2019. Ja, ik ben hier toch wel even een luchtje aan het scheppen hier te Hulst. Even wat frisse lucht. Het is momenteel 9:30. En ik zie hier toch wel redelijk volk die aan het komen is. Want de winkels gaan open vermoedelijk rond 10 uur. Ja, en inderdaad hier aan het stationsplein te Hulst zie je al de eerste bezoekers komen. Ja, en inderdaad hier ook op het tweede gedeelte. Ja, het is me wel opgevallen in Nederland dat de winkels zijn heel veel nooit niet dicht. Het is echt 7/7 open. Het is dus echt de 25 december dat het gesloten is. En op 1 januari, maar voor de rest. Dat is wel ongelooflijk hier. De winkels zijn altijd open. Weliswaar op een latere uur. En hier recht voor ons ook de halte stationsplein. Wie dus de haltetaxi wil nemen. De taxi die sinds kort tot hier komt. Waarmee dat u dus uw aankopen kan doen als de bus niet meer rijdt. Want er was dus geen bus hier. En ook terug naar huis kan. Naar de dichtstbijzijnde halte. Voilà, dus hier nog even een beeld. Aan het stationsplein dus. De bezoekers die stilletjes aankomen. Vanuit de Aldi is momenteel nog niet open, maar wel zie ik hier aan de linkerkant de Albert Heijn is open en ook de Jumbo. Ik zal van de gelegenheid gebruik maken om vers brood te kopen natuurlijk, wist dat ik hier ben. Ja, het is hier al serieus veel volk bij Albert Heijn. Zoals dat hier zit, de fietsstalling staat vol. Ik zal hier nog even mijn fiets tussen zetten. Zo. Voor de beste mensen, een bezoek hier tot Albert Heijn op 26 december. Ja, normaal gezien ga ik niet gaan winkelen de 26e, maar bom is dat ik hier nu toch ben. En even de gelegenheid van vers brood te kopen. Voilà, ik moet toch wel even kijken hier naar de topaanbiedingen. Ik heb eigenlijk wel enkel het brood nodig. Ook alles hier mooi gepresenteerd. Iets dat ik toch nog altijd opnieuw meeneem, wie dat ik hier toch ben, dat zijn die kippenvlees.
die vries ik dan in en gebruik ik dan voor gerechten. Geleidelijk aan. Voilà. Zie die presentatie van de Albert Heijn, het is dat ook die aantrekt. Alles keurig gezet. En in de discounts, dat heb je niet, die presentaties. Het stokbrood, tja, die is verplaatst naar hier, ja. Voilà. Het is altijd veel keuze. Zie je, dat brood is warm, hè. Dat is ovenvers. Zie je, het tarief 1 euro. Ja, en die bruine zijn ook bijzonder goed. Maar hier zijn ze. Voilà. Zo, dat was even het stokbrood. We gaan nog even een kijkje gaan nemen. Ja, melk. Dat is ook wel iets dat ik toch regelmatig moet bijkopen. Ik ga ook wel nog even de melk hier meedoen. Binnen half vol. Op gebied van smaak en zo, ik kan je verzekeren, het is echt wel de beste melk. Voilà. De fietsdrank natuurlijk. Ja, ik heb nog geen nodig in voorraad, want tja, ze hebben hier iets nieuws. Die heb ik nog niet gezien, krokante muesli. Stevia chocolade hazelnoot. En die is ook met puur chocolade hazelnoten, deze heb ik, maar zal ik iets een ander soort hier? ...300 gram... zoetstof. Nou ja, het is een beetje een andere samenstelling. Nou ja, met zoetstoffen. Dus ze bedoelen dus wel degelijk de suiker natuurlijk. Ja. Ik ga deze hier meedoen. Voor de appelrozijn. Ja, natuurlijk, die zaken bevatten wel soms redelijk veel suiker. Het hangt ervan af. Je moet dat allemaal in mate nemen. Zo. Hier ook aan de suikerafdeling. Het is ook wel bekend van die zoetstoffen te gebruiken in plaats van de gewone suiker. Nee, ook zeg, men is vlug aan te veel suiker. Ik ga het toch wel zo in meenemen.
misschien wel verminderen van die klassieke suikerklontjes. Bonus, daar hou ik bijzonder van. Als ik bonussen zie staan, maar ja, het hangt er natuurlijk af voor wat. Of hier tweede halve prijs, ah, dat heb ik nu net nodig. Hier, de thee, was ik ook nog wat vergeten. Pickwick, tweede halve prijs, dat is ook wel interessant. Bosvruchten, gaan dan nog niet meedoen. Ja, menthe, dat drink ik echte Marokkaanse menthe. Dus deze hoef ik eigenlijk niet. Honing. Wat interessant. Voilà. Voilà, het is tijd voor de kassa. Zoveel heb ik nu ook weer niet nodig. Nog een paar kleine aankopen. Dus nu even aanschuiven hier, Ansa. Voilà, dat waren mijn aha-aankopen. Ik ga hier nog even mijn kaart opladen van de bus. Dus het systeem met de herlaadbare blauwe OV-chipkaart. Dus opladen saldo, het is ook mogelijk hier het direct te doen. En dan is het direct betalen, je bankkaart geven en het is opgelost. Voilà, akkoord. En verwijderen van de kaart. En die is opgeladen. Dus nog een voordeel ook van Albert Heijn. Je komt hier je aankopen doen en je laat gewoon hier je kaart op. Voilà, dat was het. Hier nog even kijken, dus ja, het volk komt er al bij hier. Het is ondertussen bijna 10 uur. Hier ook een leuke stand van oliebollen. En toch wel de drukte bij de aha te hulst. Voilà, ondertussen alles op de transporterfiets. Ik zou zeggen, dat is ook ideaal een transporterfiets hier. Je zet alles vooraan. Je kan er gemakkelijk mee overweg en ik zeg, je kan er overal mee naartoe. Hè. Het is toch wel een goede zaak, zo'n Hollandse transporterfiets. Ja, we kunnen het ondertussen zien, het volk stroomt aan. Dus het wordt een drukke dag. Ik ga nu nog even naar de kruidvat. Dus de kruidvat is gelegen in het andere winkelblok. Dus het eerste winkelblok hier. Ja, ondertussen gaan ook hier de andere winkels open. Het is 10 uur de boerenband. En dus de parking hier van de Jumbo 2. Je ziet toch ook wel het volk die aan het toestromen is. Voilà, dus de kruidvat die gelegen is hier in dat winkelblok. Het is 10 uur. Dus die is waarschijnlijk ook open nu. Ja, dat is recht voor ons. Die is open. Hier mooi aan de rechterkant ook. De prachtig van een bloemen. Ook altijd mooi gepresenteerd. En veel aanbod. Dus ja, dat winkelblok hier, dat is nog altijd een brasserie. Peronneke, die is momenteel nog dicht. Dan de Xenos.
En recht voor ons hier Brainwatch kapperszaak. Ja, die bleef waarschijnlijk wel dicht vandaag. En dan ook de schoenwinkel Scapino. En de, dacht ik, de Taco kledingzaak in de hoek. Het is een ander naam, Shubi. Maar bon, hier zijn de zaken al sinds al open, dus de Jumbo en de Kruidvat. Dus nu eerst hier bij de Kruidvat, en ik moet nog iets gaan afhalen. Voilà, ik heb het eerst gaan afhalen in de Kruidvat, dus bij de Kruidvat ga je ook zaken bestellen, zoals fotobestellingen en zo, en je haalt dat dan gewoon hier af. Voilà, dat was even de snel hier, de afhaling bij de Kruidvat. Voilà, en hier aan de rechterkant heb je nu ook de, ja, dat is de Jumbo 2, de duplicaat van de andere Jumbo die gekomen is in de plaats van de MT vroeger. Dat is een Jumbo waar het minder druk is. Soms is het wel voordelig. Ik zeg, als iemand naar de Jumbo gaat, kan je hier soms wel vlugger zijn aankopen doen. Je hoeft geen file te doen, zoals bij de andere. Dus voilà, de Jumbo. En dus hier aan de rechterkant de locatie die te huur staat van de vorige winkelruimte die er was. Ah, er is hier al een nieuw bord. Indoor kerstmarkt, daar heeft waarschijnlijk niets mee te maken. Met eventueel een nieuwe winkel die hier zal komen. Hier staan er wel nog gewoon waarschijnlijk verkoop van kerstbomen die er waren. Voilà. Ik ga nog even terug langs het centrum van Hulst. De Havenfortparking is redelijk rustig vandaag. Er staat wel een mobiele home. Het is ook wel redelijk koud, een drietal graden. Even een klein stukje te voet en dan terug op de fiets naar de binnenstad. Vlag richting binnenstad Hulst op deze 26 december 2019. Hier ook aan de linkerkant is deze kleine superette open, ook met voedingszaken. Dan hier de bekende winkelstraat. Ja, ik zie dat de Kruidvat hier ook open is. Ik dacht enkel aan het shoppingcentrum gedeelte, maar toch ook wel hier is hij ook open. Het is momenteel bijna 9:15. Ja, het was ook een geweldige zaak gisteren, de toespraak van de koning te horen van Nederland. Ik vond het ook wel een zeer goede toespraak en ook sociaal gericht. Dat vind ik toch ook wel belangrijk. Ik nader hier de Grote Markt. Vlak de Grote Markt van Hulst.
toch ook al wat enige beweging. Hier zegt op het Sint-Willibrordus, dus momenteel 10:15. En hier dus de markt van Hulst. Hier ook dus de gezellige cafeetjes die bekend zijn, ik zeg 7 op 7. Is er toch wel redelijk veel volk. Het is natuurlijk nog wel even vroeg. En momenteel ben ik terug in de Steenstraat van Hulst. Hier op de linkerkant de bioscoop Cinema Koning van Engeland. Ook een prachtige decoratie. En dan terug even die rust in de straten van Hulst verderop. En hier aankomst Bierkaai. Ja, het is een klassieke sfeer zoals het is op zondag, laat ons zeggen. De drukte die gaat naar het stationsplein voor het shoppingcenter en dan meer de binnenstad. En hier toch wel even rustig. En dan terug hier het klassieke plaatje, dus de Bierkaai. Dus hier ook de commerciële zaken, laat ons zeggen, de reisagentschap en zo verder. Dan hier de Pita Hulst, die koffiebar. En dan hier op de hoek nog altijd dat pand die hier te huur staat. Ze hebben hier wel een mooie decoratie gezet. Dat is wel een goede oplossing. Die reclameborden op het venster, want anders vallen te veel op als er een leegstaande pand is. Zoals hier vind ik nu wel een zeer goede oplossing. Leuke foto's van handelszaken van Hulst, van andere locaties. Maar het zou toch leuk zijn moest er bijvoorbeeld, ik had dat een keer in een filmpje gezet, een bakkerij Bart hier open gaan, die toch wel die extra sfeer heeft. En vooral op deze locatie zou het toch wel bijzonder aantrekkelijk zijn. Voilà, dat was het zicht hier op de prachtige Bierkaai. Hier dus de restaurants, ook café. En ook bijzonder mooi dat is dat zijstraatje hier. Ik kijk er altijd op. Fantastisch, he. Dat zicht dat je hier hebt op de molen. He. Door die straat hier. Ik ga even terugkeren langs hier. Zo'n speciale sfeer. He. Dus die molen. En dan die Hollandse huisjes, zo kleine huisjes, heel gezellig. Met het prachtig zicht en dan ook het zicht aan de andere kant hier. Op de Sint-Willibrordus, dus het is een dubbel zicht. Dus een mooie sfeer van de binnenstad. En terug uit Hulst via de dubbele poort. Ja, de dubbele poort om Hulst te betreden is vaak minder lastig. Er zijn geen files zoals de andere kant aan de Gentse poort.
En dan ook hier het eerste gedeelte, net buiten de binnenstad van Hulst, heb je toch ook wel nog een woongedeelte. En dan even verder kom je aan de, ja, de provinciale weg. Dan ben je volledig buiten de stad. Ja, dit gedeelte hier aan de andere kant van Hulst heeft geen supermarkten en zo. Dus het is wel een feit, als men naar de supermarkt wil gaan, moet men de andere kant zijn. Gewoon, dat gaat redelijk snel. Ik zeg ook een tiental minuten met de wagen of met de fiets. Een twintigtal minuutjes en je bent er. Ik vraag hier ook nog een blik op de brandstofprijzen hier. 1,65 € en dan de diesel 1,39 €. Ja, er zijn ook al joggers. Mensen actief bezig met sport. Ik ben in de Tivoliweg. Dus de Tivoliweg even rechtdoor en dan kom ik op het eindpunt van dit gedeelte van Hulst. Dat is hier een redelijke brede baan, maar dan plotseling stopt hij en is het dus enkel nog een fietspad. Linkerkant, dus de N290 richting Kloosterzande, Terneuzen. Dus je kan het hier goed zien, dus eindpunt Hulst. En dan even verder kom je terecht aan de rechterkant op diverse tuintjes. En dan de volledige weide, polders. Vooral beste mensen, dat was een overzicht op deze 26 december 2019 te Hulst. Prettige feesten en belangrijk, hou vrede met iedereen. Tot later.